Job heeft spina bifida. Dat is beter bekend als een open rug. Hij reist elke dag 1,5 uur heen met de metro en de trein. Job, ja. Ik heb je net opgehaald bij de trein. Ja. Ik ga nu door naar de metro, want we gaan naar de HVA. Jij woont niet in Amsterdam? Nee, klopt. Ik woon in Alkmaar. Ja? Hoezo dan? Dat betekent elke dag met de trein. Voor mij is het een beetje moeilijk om aan de kamer te komen. Ja. Door je beperking? Door mijn beperking, inderdaad. En hoezo woon je dan niet in Amsterdam gewoon, in een studentenwoning? Studentenwoningen zijn sowieso schaars. Maar als het buiten betreft aangepaste woningen, is het al helemaal schaars. Aangepaste woningen zijn er gewoon niet zoveel. Nee. Maar je vertelde net dat jij dus minder gevoel hebt in je benen. Klopt. Dus je zit daarom in een rolstoel. Ja. Komt dat allemaal door die open rug? Komt ook wel door die open rug. Maar ik heb gewoon minder coördinatie. Ik heb ook op de een of andere manier kortere hamstrings. Okay. Zo, ik als mijn moeder weet niet hoe dat helemaal in elkaar zit. Ja. Maar, en vooral dat tweede is de reden dat ik in een rolstoel zit. En je hebt ook een beetje last van je spraak, hè? Klopt. Hoe werkt dat? Op mijn 12e had ik kreeg opeens last van dagelijkse hoofdpijn. Ja. En na 4 maanden bleek dat dit Chiari Arnold malformatie bleek te zijn. Dus je kleinste deel van je hersenen aan de achterkant van je hoofd. Ja. Zijn in het achterhoofd schraagd ingetrokken. Naar beneden? Ja, naar beneden. Dit zorgt gewoon voor prikkels, gezichtsverlamming en okay. Dus ook iets met je spraak. Ook, ja. Nou, we zitten na een wereldreis van Centraal Station naar het Wibouthuis. Dit gebouw, hier ben jij dus het meest. Ja, klopt. Zijn er beperkingen voor jou binnen dit gebouw? Er zijn wel 2 dingetjes om rekening mee te houden. In september had ik het ook al erover. Maar de deur hier, een beetje bij de kantine, is een beetje zwaar. Ja. En dat is het. Dus voor jou met die rolstoel is dat niet heel lekker? Nou, voor mij wel als ik mijn hand vrij heb, maar als je bijvoorbeeld iets te eten hebt. Lunch, ja. Ja, dan is het wel even bedenken hoe je dat gaat aanpakken. Ja, even hulp vragen aan iemand. Ja, en nu zitten we trouwens in coronatijd. En ik zie dat er voor de ingang van het Wibouthuis allemaal van die rood-witte bepaalde staat. En er staat ook eentje net voor de draaideur. Ik kan daar best wel makkelijk om heen manoeuvreren, maar iemand met een rolstoel met een net iets grotere draaicirkel kan daar problemen mee ondervinden. Dus als ik een tip zou moeten geven aan iemand met een andere functiebeperking, zou ik dat niet kunnen geven, want functiebeperkingen verschillen heel erg. Dus het had eigenlijk ook heel anders kunnen lopen met mijn handicap. Jij bent gewoon jij. Ja, klopt. Ja. Dankjewel voor jouw verhaal. Graag gedaan. Heb jij ook een functiebeperking en wil je daar iets meer informatie over krijgen? Ga dan naar hva.nl/... Functiebeperking. Functiebeperking.